at the end, it's not all about money, it's about passion. Another day, another vlog. We keep on vlogging, guys. Het gaat vlot, het gaat goed. Clement is er weer bij. Day 3 of his internship. En vandaag gaan we... Amai, het is echt donker, what the fuck? Ah, dat is beter. Vandaag gaan we ergens anders werken. Vandaag zijn we uitgenodigd bij de Haven. Dus dat is H-A-V-N. Coworking space. En ja, ik weet niet, soms is het goed om eens ergens anders te werken. Dus daar gaan we vandaag. Alright, we hebben de anker aangevonden. Ik ben eens benieuwd. Het is de 5e verdieping. Oh shit. Oh damn, die lift is vanzelf gestopt. Okay, we're stuck. Shit. Ah, oei, dat is weer al gestopt. What the fuck, man? Hey, deze... Smell it, man. This is a scary ass lift. Heaven. Oh, hallo. Hey, ben je wat hier? Hey, Kimper. Zijn jullie eventjes een rotpijn hier, hè? Right, we zijn hier... Dus hier... We hebben een lijst gemaakt wat we vandaag gaan doen. Facturen maken. Dan moeten we denk ik een marketingplan voor 30 dagen gaan uitstippelen. Voor zowel Antwerpen als Gent. Voorbereiding maken voor de samenwerking van Lier. De concurrentie even nog eens googelen, dat we straks aan tegenkomen. Instagram-foto's voorbereiden. Dan denk ik een marketingplan maken voor de komende 30 dagen. Dat is iets dat ik eigenlijk normaal niet doe. Meestal de marketing die ik doe komt een beetje uit de losse pols of zo, zeg maar. Maar ik denk dat het beter is om een beetje structuur in te brengen. Dat we echt zo een stappenplan hebben waar we naar toe willen gaan. Right, we hebben al redelijk lange lijst. Clement is nu nog aan het denken of hij nog bepaalde dingen heeft dat hij kan toevoegen. Maar ja, weet je, ik vind zo, ideeën zijn ideeën en iedereen kan ideeën hebben. En in mijn ogen of in mijn hoofd zijn ideeën echt shit until you execute them. Dus alles ligt gewoon in de execution. En snap je, ik heb hier een goede lijstje denk ik met goede toffe ideeën. Maar als we die niet goed kunnen uitwerken, game worth nothing. Ik heb een app gebruikt, een app niet, maar een website, die heet later.com. En daar kun je eigenlijk zeg maar al je Instagram foto's dat je wilt posten, op voorhand er al op plaatsen. Dus je uploadt alle foto's dat je wilt posten op Instagram. Je zet die klaar, je zegt op welke dag en datum dat die gepost moeten worden, met welke tekst erbij. En als het dan zover is, geeft je een app een melding naar je telefoon. Dus je moet ook nog een telefoon-app downloaden ervoor. En dan zegt hij van, wil je deze foto posten? En dan post je die. Right, we zijn net klaar met alles van Instagram voor te bereiden. We gaan nu even eten. Vandaag gaan we even naar Albert Heijn gewoon iets cheap kopen. En, Of dat zo, die Instagram, heel die dingen, dat lijkt allemaal zo heel simpel en dat lijkt alsof het niks is. Maar op het einde van de dag krapt er wel veel tijd in. Maar ja, het helpt uw brand awareness natuurlijk wel. Ja, us. Feeling good today, man. Feeling happy. Volgende week terug naar Ace House. Check die vlog binnenkort. But at the end, it's not all about money. It's about passion. Dat is eigenlijk waar alles over gaat. Zowel bij Oriomi of alles wat ik doe, vooral als gewoon passie. Ja, ik weet niet, ik moet elke dag wakker kunnen worden.
en denk van, hey shit, deze wil ik doen. En dat is gewoon echt wel. Stel je voor, als je geen passie hebt voor je job, je moet elke dag opstaan om iets te doen dat je totaal niet wilt doen. Nee, maar fuck je lager, man. Dan, hey, kun je dan ooit gelukkig worden? Want je moet je inbeelden dat je werk misschien 80% is van wat je doet in je tijd, snap je? Dus elke dag van de week gaat je winnen. En als je elke dag van de week iets moet doen dat je niet chill vindt. Volg je passie, man. Right. Eerste task van de day is finished. We zijn ondertussen al 2 uur, dus je hebt wel wat tijd in beslag genomen. Dus nu ga ik proberen nog die 2 andere taken af te maken. Maar, let's do this. You ready? Born ready. Ja, dat was het exacte antwoord dat ik ook in mijn hoofd dacht. Hier verder brainstormen, hè? Een beetje verandering van omgeving. Ik ken nooit geen kwaad, zoals ik vaak zeg. Right, onze werkdag hier bij de Haven Workspace zit erop. We gaan nu momenteel terug naar ons eigen kantoor. Daar nog even klanten helpen. En dan, we killed for today, we're done. Ik ga eens even vragen of ze nog even kort willen uitleggen eigenlijk. Het concept nog eens willen uitleggen. Maar voor jullie kijkers, voor de mensen die geïnteresseerd zouden zijn. Zodat jullie een beter beseffen hebben wat het hier is. Nathan. En Nathan ga ik voor jullie even uitleggen wat het concept hier eigenlijk is. Van het concept Nathan. Van de Haven Cowork is dat je een plek creëert waar mensen hun ding kunnen doen. Jonge ondernemers, maar kunnen ook grote bedrijven zijn. En dat je eigenlijk een soort van bestuiving krijgt van verschillende mensen die elkaar kunnen helpen, maar ook op hun eentje hun ding kunnen doen. In een leuke en gezellige ruimte. Alright. Waar staat er is hier? Waar kunnen ze... Ankara 20, het 5e verdiep. Alright, en hebben jullie een website? We hebben een website www.haven.com of www.haven.be. But you know that was a... What?